Vicepresident Ronnie Brunswijk die verduidelijkte vandaag voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering dat, zoals de president aangeeft, dat de coalitie wel op de hoogte is van zaken rond de kwestie van Pan American. Zegt Brunswijk dat hij niet aanwezig was op de vergadering toen dat besluit werd genomen. Hij heeft het tot 3 keren toe op de Raad van Ministersvergadering het voorstel steeds afgewezen omdat onderliggende stukken ontbraken. Toen ik het niet was, is er dan door de president dat besluit genomen, zegt Brunswijk ten aanzien van de Pan American deal, waarover er nu toch heel wat stof is die dat allemaal doen opwaaien. De VP is er daarop ingegaan, maar ook de wisselkoers die nu allemaal een neerwaartse trend vertoont en op enkele andere zaken. Ja. We zien dat dat van Pan American steeds meer staartjes beginnen te krijgen. VP, ook een reactie van u op alles wat er nu gezegd wordt, want ja, Pan American. Wat is gezegd? Ik weet niet wat gezegd is. Nou, we zien het over en weer nu heel wat gehaal en getrek en beschuldigingen ook naar ministers en nog steeds naar de president en naar de totale regering. Ja, en u maakt dus deel uit van die regering. Ja, dus eigenlijk wil ik jou in wat Panam betreft wil ik niks zeggen, maar de president heeft dan daarop gereageerd, dus ik kan ook reageren. Want ik heb daar gehoord dat de president heeft gezegd van dat bepaalde mensen zeggen, ik kan niet, ik weet het niet, enzovoort, terwijl de totale regering dat heeft goedgekeurd. Ja, ik denk dat de president zich heeft vergist daarin hoor. Maar in ieder geval wil ik zeggen dat ik er niet bij ben. Als ik zo moet zeggen, dat wanneer zeg de hele regering, de hele coalitie is, heeft goedkeuring gegeven, dan zeg ik dat deze vicepresident niet. Ik heb juist op bepaalde momenten gezegd van, we moeten dit aanhouden. Ja, totdat we de PPP zien. Als er een overeenkomst is dat welke regering, als het 3 regeringen ver voor ons iets heeft goedgekeurd, dan gaan we het uitvoeren. Maar dan wil ik die stukken zien. Dus ik heb alleen maar gezegd van, president, wanneer de PPP op tafel is, dan ben ik geen sta in de weg. En totdat ik weet in de vergadering heb ik gezegd, als die overeenkomst er is, dan kunnen we goed keuren. Dus concreet, vicepresident, u was niet aanwezig tijdens de regeringsvergadering? Ik was bij 3 regeringsvergadering, waar ik al die 3 regeringsvergaderingen heb gezegd van, aanhouden. En we hebben al die 3 keren ook aangehouden. Totdat ik niet in die vergadering was. En in die andere vergadering is het goedgekeurd waar ik er niet bij was. Dus dat moet duidelijk zijn. Maar als VP, wat wenst u dat er nog verder gebeurt in deze hele case? Nou, kijk, ik heb geen bemoeienis gehad in die case. En ik weet niet wat er moet gebeuren. Ja, maar het is niet zo dat mensen zitten te speculeren of mensen scenario's zitten te schrijven dat de vicepresident graag wil dat de president in problemen komt en al deze dingen dat hij dan gaat waarnemen als vicepresident. Dat zijn die scenario's die mensen schrijven. Ik heb de grondwet niet geschreven. Ja, de grondwet is duidelijk wat dat is. Maar in ieder geval mag ik u zeggen van niks is hier bij mij gebeurd. Dus ik kan onmogelijk aan een stuk komen die bij de secretariaat van de president zit. Ja, dus al die stukken die op straat zijn gekomen van vandaar. Er is geen enkele stuk hier, geen enkele raadvoorstellen of al die raadstukken. Dat betekent, ze zijn hier bij mij. Want alles wat op straat, wat een klokkenluider heeft gevonden, zijn niet via mijn kabinet. Want dat denken mensen. Kabinet VP heeft stukken gegeven aan mensen bijvoorbeeld. Maar al deze stukken, dat moet duidelijk zijn, dat die stukken die op straat zijn, komen niet van kabinet VP. Omdat die stukken niet hier zijn behandeld, die stukken waren niet hier. Ja? Dus dan moet het duidelijk zijn aan de samenleving, dat deze vicepresident genoegen neemt met wat God hem heeft gegeven. Dus daar is nimmer vanuit de ABOP. Het kan van de ABOP, ik praat niet over ABOP, ik praat over Brunswijk. Nee, wat ik u nu vraag, dus er is niemand vanuit de ABOP gevraagd aan de NDP voor een motie van wantrouwen? Nooit.
Ik heb moeite van wantrouwen tegen mijn eigen regering. Laatste zeggen, en wanneer, ik wil dat niet zeggen, wie die hele scenario heeft geschreven. En het gaat nooit lukken. Ik word gevraagd van, zeg die mensen van jou, laat ze ook op moeite van wantrouwen. Laat ze ook tekenen op die motie. Zeg, no way. Geen enkele parlementair van mij, ze zijn vrij om dat te doen. Maar die advies gaat nooit komen voor van de leden van de partij. Ja? En dat je gaat je eigen glas kapot slaan. Dat ga je toch niet doen, ik zit in de regering. En dan moet je gewoon tot die regering, dat ga ik ook naar huis. En dat wil ik niet. Ja, Pipi, en wat is je uitleg ten aanzien van de koers bij de cambio die plotseling een neerwaartse trend vertoont? Ja, ik heb al een scenario ook van die cambio's houder. Ik weet precies wat ze willen doen. Wat willen ze doen? Dus nu is het, iedereen koersen gaan doen aan mij. Gaan nu dollars kopen, ze willen niet verkopen toch? Dus nu heb ik al gezien dat men begint te hamsteren, men begint die koers naar beneden te kopen goedkoop. En na een paar maanden, dan ga je zien dat die koers weer maar naar 40, naar 50. Dat gaan ze doen. Maar ik hoop dat het niet zo is hoor. Ik hoop dat het niet zo is, hoor. Niemand beschuldigen. Maar mijn idee, wat ik daar kan verstaan, de Maïsaka-koers bij Saka-koers, want elke keer al die mensen die gaat verkopen, voor 30, voor 35, voor 32, maar vraag om te kopen. Ik krijg dat niet. Maar hebben onze cambio-houders dan zoveel macht? Ik weet het niet, maar ik zeg u aan die maar die constructie, wat ik daar heb gezien, is gewoon een constructie. We gaan goedkoop kopen, dat we een aantal miljoen hebben gekocht. Dan gaat het verhogen, dan kan het nu pas gaan ze verkopen. Dat betekent ze hebben zoveel als ze nu voor 35 of voor 32 inkopen. En na 4 maanden zo men voor 50 gaat verkopen, daar is ook wel winst aan de mouw mee. Maar helpen ze dan niet de regering? Ik weet het niet, ik wil niks zeggen. Want als je nu kijkt en de koers gaat naar beneden, dan moet je ook kijken, moet je het ook voelen in je portemonnee toch? Dan moet ook die prijzen in de winkel dalen. Als die dalen, dan zeg je, oh ja, dan is het go boom. Nee, maar de minister van EZ heeft uitgelegd dat als de cambio koers daalt van de prijzen, dat is wat ze gezegd, dat de prijs in de winkels niet, want de douanekoers is niet. Oké, dan een beetje verwarring, dat weet ik het niet. Dan moet je, want als de prijs, de cambio zo gaat, dan moet de douanekoers ook naar beneden toch? Dus met de douanekoers bedoel je dan? Dan pas ga je de prijs naar beneden. Oké, dan begrijp ik dat. Ja, maar die winkeliers, die supermarkthouder, ze kijken niet naar zolang die prijs hier is, werken met die koers van de cambio, daar werken ze. En daarom zeg ik, wanneer de cambio naar beneden gaat, dan moet ze ook naar beneden gaan, toch? Maar dat doen ze niet. Dan nu gaan ze zeggen van, doe aan de koers. Oké, dan is dat de constructie. Wat moet ik voorstellen? Oké, dan zal ik de voorstel doen straks.